Nederlanders hebben problemen met hun buren. Ruzies zijn schering en inslag, soms zelfs met fatale gevolgen. Toch willen we juist beter contact met elkaar. Een goede buur is tenslotte beter dan een verre vriend. We hebben niet alleen een goed contact met de buren aan die kant, maar ook met de buren hier. En de heldendaad van Tommy. De kater redde niet alleen zijn eigen baasje, maar ook zijn buren van de verbrandingsdood. Goedenavond. Geluidsoverlast, ruzie over een tuinhek of rondslingerend afval. Maar liefst een kwart van de Nederlanders heeft problemen met de buren. Vandaag is het de Europese Dag van de Buren. En dat die hard nodig is, dat blijkt dus wel. Ruzies tussen bewoners onderling zijn schering en inslag. En lopen soms zo erg uit de hand dat er zelfs doden bij vallen. Wie alleen al op internet kijkt, komt tientallen filmpjes tegen van heftige ruzies tussen buren. Ja, we gaan er nou werk van maken. Hoor. En jullie gaan uit die woning. Ja, we gaan er nou werk van maken. Mag ja, maar dit is niet zo allemaal. Zo'n 3,4 miljoen Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buurman of buurvrouw. De grootste boosdoener is geluidsoverlast. Maar ook schelden, pesten, bedreigen en roddelen komen veel voor. Meestal blijft het bij lichte irritaties, maar soms gaat het goed mis. Bijvoorbeeld eind januari van dit jaar, toen de 25-jarige Pascal Triep slachtoffer werd van een ordinaire ruzie met de bovenburen van zijn moeder. De reden was een rondslingerende vuilniszak. Hij werd doodgestoken. Ook erfafscheiding kan een reden zijn om je buurman het leven zuur te maken. Het overkwam Simon Lap uit Oude Pekela. Na een slepende burenruzie werd hij door zijn buurman doorzeefd met kogels. Twee families in Roosendaal kregen tijdens de jaarwisseling van 2005-2006 ruzie over vuurwerk. De emoties liepen zo hoog op dat een 47-jarige man met een riek werd doodgestoken. In Amsterdam liep een ruzie tussen Martin Echthuizen en zijn Marokkaanse buurman in 2005 ernstig uit de hand. Echthuizen werd buiten door zijn buurman opgewacht en doodgeschoten. Ook zijn dochter werd geraakt omdat zij voor haar vader sprong. De reden? Geluidsoverlast. Ja, dit is een willekeurige opsomming van uit de hand gelopen ruzies waar Hart van Nederland de afgelopen tijd aandacht aan besteedde. De meeste irritaties eindigen gelukkig niet in zulke drama's. Maar de consequenties van een buurruzie kunnen enorm zijn. De families El Maoula en Voogsgeert kunnen erover meepraten, want zij liggen al jaren met elkaar overhoop. De Fabiusstraat in het Zeeuwse dorpje Melisand ligt er rustig bij. Het is bijna niet voor te stellen dat ouders hier hun kinderen niet meer zomaar laten buitenspelen. Toch is dat volgens Jeffrey Voogsgeert en zijn vriendin Deria het geval. En volgens hun overbuurman Khalil was de situatie de afgelopen weken zelfs zo gewelddadig dat hij zijn kinderen via de achterdeur liet evacueren. Ze gingen gewoon weer door de pad hier, als een dieven. Achter, bij de Rabobank, daar gewoon een parkeerplaats. Heb ik laten mijn kinderen gewoon, mijn broer laat me daar wachten. En de kinderen gewoon één na één is naartoe gegaan, lopend. En 10 minuten later ben ik in mijn auto gestopt om gewoon de kinderen te vangen daar zo. De afgelopen anderhalf jaar is het tussen de beide families volledig uit de hand gelopen. El Maoula beschuldigt zijn overburen van doodsbedreigingen, vernielingen en het gooien van eieren tegen zijn gevel. Hier zien we gewoon mijn bovenraam, zeg maar. Gewoon restanten van eieren op de gevel, zeg maar, net onder het raam. En hier zien we gewoon op de hoek van de deur, zeg maar. Ook een eieren. Volgens een overbuurman ziet de man spoken. Dan zou ik vanuit dat dakraam mijn raam hebben geopend. Van binnenuit staand over het dak hebben gegooid. Schuin tegenover mij, ik denk circa 25, 30 meter. Precies op zijn raam. En die kans is wel heel erg klein. Volgens Voogsgeerts vriendin is juist El Maoula de bron van alle agressie. De politie is hier ook s'nachts een keer bij ons geweest. De politie zei tegen ons, doe je ramen goed dicht en doe je deur op slot en hou je telefoon bij je. Ja, wij zeggen, waarom dan? Ja, want vanavond kan er wel een dode vallen. Wij zeggen, hoezo? Ja, want hij is in staat om vanavond bij jullie naar binnen te gaan om een van jullie af te maken. Volgens El Maoula heeft praten geen zin meer. En dan blijft volgens zijn overburen maar één oplossing over, namelijk dat het gezin verhuist. Ik denk dat het een groot feest gaat worden. Ja, dat hebben we al met de buurt over. Als hun niet weg zijn, dan wordt het echt een groot feest. Zowel voor hun ook. Er zijn hun van de ellende af, wij ook. Er zijn hun in ieder geval van de huis af. Dan is de rust wedergekeerd. En dan kunnen onze kinderen normaal, zonder toezicht, een beetje voor de deur gaan spelen.
Ja, buren die zoals deze twee gezinnen hopeloos met elkaar overhoop liggen, kunnen daar meestal alleen met bemiddeling uitkomen. Elke grote stad kent tegenwoordig speciale mediators die de strijdende partijen tot elkaar proberen te brengen. Het belangrijkste is dan wel dat beide partijen leren naar elkaar te luisteren. In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet werkt het. Elke bewoner in Hoogvliet die de afgelopen 7 jaar ruzie heeft gehad met een andere bewoner, kent deze vrouw, Annie Ras. Tokkie-toestanden hebben ze hier dus bijna niet meer. Want buren die met elkaar overhoop liggen, krijgen meteen te maken met Annie, die liever buurtbemiddelaar wordt genoemd dan mediator. Luisteren, luisteren, luisteren. Tact. De mensen zelf proberen de oplossing te laten vinden. Wij mogen dus geen oordelen vormen. Mensen laten praten. Dikwijls zijn het misverstanden. Dikwijls weten ze van elkaar ineens niet dat ze last hebben. En dan, ja, dan hebben we ook onze folder die we dan meegeven. We luisteren met het oor en we bespreken met ons hart. De Annie-aanpak werkt. Het zorgt ervoor dat irritaties niet ontaarden in veldslagen op straat. Voor heetgebakerde buurtbewoners in steden zonder buurtbemiddelaars heeft Annie wel een paar tips. Meld als je bijvoorbeeld een groot feest hebt van tevoren. Zeg dan van, het kan wel eens uitlopen vannacht, je hoeft niet gelijk de politie te bellen. En begrip hebben voor elkaar van dat het niet altijd gaat zoals het bij jou zelf gaat. Verandering van leefsituatie, er komt een partner bij of dan gaat de partner weg, er wordt een baby geboren. Probeer daar begrip voor te hebben. Het stadsbestuur van Rotterdam is zo blij met Annie dat ze haar een onderscheiding hebben toegekend. Ik heb de Erasmus-speld gekregen van Rotterdam, waar ik dus heel trots op ben. Ja, en er is nog meer hoop, want het kan ook anders. Dat bewijst de familie Martinez en de familie De Waal uit Nijmegen wel. Zij kunnen lezen en schrijven met elkaar. Ze gaan zelfs met elkaar met vakantie. En zelfs daar blijft het niet bij, want de Martinezjes die gaan verhuizen. Nou, dan gaan de Waaltjes gewoon met ze mee. Al in 1999 kwamen de familie Martinez en de familie De Waal naast elkaar wonen. En sinds die tijd zijn Vincent en Carla en Jannie en Wil de grootste vrienden. Nou, het spreekwoord is er niet voor niks, hè. Beter een goede buur dan een verre vriend. En dat komt in alles naar voren natuurlijk, hè. Dat we elkaar ook altijd helpen als er iets is. Vooral in periodes als het met mij niet zo goed gaat, wat nog wel eens voorkomt. Dan heb ik natuurlijk hele lieve buren die heel veel zorg voor me hebben. En dat is vaak heel belangrijk dat je daarop terug kan vallen. Ga maar kijken waar Jannie is. En ook Vincent Martinez en zijn vrouw hebben niets dan goede woorden over voor hun buren. Ze hebben 2 hondjes en die raken regelmatig de weg kwijt. Er is geen poort en ja, de honden die schieten snel naar hiernaast toe. En als de deur open staat, dan zitten ze een hele avond daar binnen. En dan zijn wij ze kwijt. En op een gegeven moment tegen etenstijd of dat we naar bed toe gaan, komen ze een keer teruglopen. Maar door de verhuisplannen van de familie Martinez raakte buurvrouw Jannie even in paniek. Ja, die was er niet echt gelukkig mee, moet ik zeggen. De eerste reactie was van, nou, ik hoop dat het niet doorgaat. Dat was minder, hè? Dat was niet zo'n prettig ogenblik, vond ik zelf. Mijn eerste reactie was van, dan gaan we gewoon mee, hè? Maar dan moest ik wel even met mijn man nog overleggen. Ja, die zei ook van, dat lijkt me wel een heel sterk plan. Buurman Vincent kroop snel achter de computer en regelde een optie voor het appartement onder dat van hem en zijn vrouw. In september gaan de 2 families waarschijnlijk verhuizen. Maar niet voordat ze eerst nog lekker samen op vakantie gaan. Je kunt het dus treffen met je buren, maar als je mogelijke problemen zeker wilt vermijden, kun je natuurlijk ook zorgen dat je helemaal geen buren hebt. Het lijkt misschien wat moeilijk in een klein land als het onze. Maar het kan wel degelijk. Ja, want neem nou Thijs en Liliane Spijker. Zij leven al jaren in een vuurtoren. Niet alleen op een prachtige locatie, maar ook nog eens gegarandeerd burenvrij. Dit is het paard van Marken. De knusse vuurtoren van Thijs en Liliane Spijker. Als je daar een kopje suiker wil lenen, dan ben je al gauw 3 kilometer onderweg. Hallo, mag ik een kopje suiker lenen? Hallo, kom verder. Nee, kopjes suiker, die worden hier niet veel uitgeleend. Buren zijn er namelijk niet en dat heeft zo zijn voordelen. Ja, is heerlijk, want je kan doen en laten wat je wil. Je kan de muziek hard zetten, je kan vuurtje stoken. Je kan eigenlijk alles wat ik vroeger niet kon. Ja. Alleen ja, als je eens een keer wat moet lenen, een stukje gereedschap, ja, moet je even in de auto stappen. Maar wie denkt dat Thijs en Liliane nu rust hebben? Vergeet het maar. Mooi weer, lelijk weer, er lopen altijd mensen. Zodra ik het pad afloop, heb ik aanspraak. Want het eerste wat mensen aan me vragen is, woont u daar?
De contacten die ik heb, die zijn goed. Daar hoef ik verder niks aan te doen. Dat is allemaal perfect. Het is eigenlijk beter geworden dat ik hier woonde dan dat ik vroeger binnen Marken woonde. En zelfs de koningin komt wel eens langs als ze aanlegt met de groene draak. Ze gaf ons ook het compliment dat het nu weer een lust voor het oog was om voorbij te varen. En ik moet zeggen dat ik dat een heel groot compliment vond. De spijkertjes, die boffen maar. Wonen op een toplocatie en genoeg mensen over de vloer. Ik moet ook zeggen dat ik buren niet mis hier. We hebben hier zoveel aanloop en zoveel reuring. Je mist hier geen buren. De mensen komen naar u eigenlijk? Ja, zo moet je het zien. De mensen komen nu. In plaats van voorheen was het andersom. Wij gingen naar de buren. En nu komen de buren naar ons toe. Zo zie je maar weer. Van buren kom je nooit af. Maar wat geeft het? Ja, mooiste plekje op aarde. Ja? Ja. Straks, slaap blijkt een van de belangrijkste oorzaken van auto-ongelukken. Hoe voorkom je dat je achter het stuur indommelt? En in Shownieuws de onthulling dat Wendy van Dijk en Xander de Buissonnier weer samen op vakantie zouden zijn. Ja, dat zometeen. Nu eerst grote opschudding vanmorgen in Rotterdam. Een ruzie in een café ontaarde daar in een steekpartij. Twee bezoekers werden neergestoken. Beide slachtoffers moesten met verwondingen worden overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. De politie heeft de vermoedelijke dader kunnen aanhouden. Even na middernacht kregen meerdere mannen in dit café aan het Jacob van Kampenplein een fikse ruzie. Een 55-jarige Rotterdammer werd daarbij in zijn arm gestoken. Een ander, een 45-jarige Dordtenaar, werd in zijn buik geraakt en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De mogelijke dader, een 30-jarige Rotterdammer, ging er snel vandoor, maar kon niet veel later worden aangehouden. De paniek in de horecagelegenheid was enorm. Deze mensen zijn natuurlijk ontzettend geschrokken van datgene wat er gebeurde. Die zitten op dit moment allemaal op het politiebureau, die worden daar natuurlijk gehoord. Nou, we zijn natuurlijk zeer benieuwd naar hun verhaal. Hè, wat zij gezien hebben, wat zij gehoord hebben van die oneenigheid, hoe dat ontstaan is en waardoor er op een gegeven moment is gestoken. En voornamelijk natuurlijk ook of zij gezien hebben wie dat gedaan heeft. De precieze toedracht van de steekpartij is nog niet duidelijk. De verdachte blijft voorlopig nog vastzitten. Bijna een kwart van alle Nederlandse automobilisten is wel eens in slaap gevallen achter het stuur. En daardoor vallen elk jaar weer honderden gewonden. In de meeste gevallen zijn de bestuurders oververmoeid, bijvoorbeeld door stress of slaapgebrek. Maar er is iets op bedacht. Een apparaatje dat achter het oor van de chauffeur kan worden geklemd. En zodra die gaat knikkenbollen, gaat er een alarm af. En zo simpel is het. Een klein apparaatje achter het oor heeft direct in de gaten wanneer het hoofd van de bestuurder een beetje gaat hangen. En dan gaat er onmiddellijk een alarm af. Een hoge pieptoon waar echt niemand doorheen kan slapen. Nee, je kunt gewoon links kijken, rechts kijken, je kunt je radio bedienen, je kunt alles doen in een auto. Je kunt de gevoeligheid ook instellen door hem meer naar voren te draaien of een beetje naar achter. En dat zorgt eigenlijk voor dat je je eigen instelling kan maken en ervoor kan zorgen dat je afgaat wanneer jij dat wil en op het moment dat jij dat wil. Uit onderzoek blijkt dat er elk jaar 1000 mensen betrokken raken bij een ongeval dat is veroorzaakt door vermoeidheid. Beroepschauffeurs zijn de grootste risicogroep, maar ook mensen die nachtdiensten draaien en de zogeheten lange afstandsrijders. In totaal zegt bijna 25% van alle Nederlandse automobilisten wel eens in te dutten tijdens het rijden. Nee, daar heb ik geen last van. Nee, ik slaap goed s'nachts, dus ook overdag niet slapen. Als ik nachtdienst heb gehad, ja. Dat klopt. Ja. En wat doet u er dan aan om toch wakker te blijven? Muziek hard. Radio hard aan. Heel soms. Maar dat komt omdat ik bij de KLM werk en dan werk je vaak 's nachts en dan moet je 's morgens vroeg naar huis rijden en dan heb ik het wel eens moeilijk. En doet u dan nog iets bijzonders om wakker te blijven? Dat doe ik een beetje de ramen open en de muziek aan. De gevolgen van oververmoeidheid kunnen desastreus zijn. Daar kan zanger Koos Albers over meepraten. Deze vertolker van het Nederlandse levenslied raakte in 1987 zwaar gewond nadat hij 's nachts achter het stuur in slaap was gevallen. Hij had het in die tijd razend druk en stond 500 keer per jaar op het podium. Met zijn vrouw Joke als trouwe steun en toeverlaat. Ja, ik had het hartstikke druk met zingen. En, er is één dag geweest en kon Joke niet mee. Toen moest je volleyballen. En ik zei, nou doe dat maar. Ik neem mijn vader wel mee. Hij deed 2 optredens die avond en zette 's nachts om 1:01 zijn vader weer af. Koos reed verder alleen naar huis, vlakbij Harderwijk. Vader afgezet en ben ik door de polder hier naartoe gereden. En toen ben ik heel flauw door een bochtje. Ben ik toch in slaap gevallen.
En 100 meter van mijn huis af. En toen ben ik tegen de bomen gereden. Koos Alberts liep een dwarslesie op en zit sinds die tijd in een rolstoel. Het ongeluk achtervolgt hem nog dagelijks. Dat hij echt in slaap was gevallen, verbaast hem nog steeds. Ja, de drukte. Misschien door de drukte, ik weet het niet. Maar het kan ook wezen dat het dat je alleen zit en maar zit te staren in die, naar de mist. Want dat is heel erg. Maar Koos Alberts heeft inmiddels geaccepteerd dat het is gebeurd en waarschuwt vooral omdat het iedereen kan overkomen. Ik heb mensen die, ik zeg nou, ik val nooit in slaap, maar ja, één keer val je wel in slaap. En dat heb ik meegemaakt. Het veiligheidsoortje dat nu op de markt is, kan een knikkebollende automobilist in elk geval waarschuwen. En wie weet, kan dat levens redden. Hij is misschien wel de slimste en moedigste kat van dit moment, de 5-jarige Tommy. Door keihard te miauwen heeft hij afgelopen zondagnacht een aantal mensen in Den Haag van een wisse dood gered. Ja, er was namelijk brand uitgebroken in een restaurant in een appartementencomplex. En doordat Tommy zijn baasje wakker miauwde, kon de brandweer gebeld worden. En iedereen kon net op tijd uit het huis worden gehaald. Tommy lijkt zich nauwelijks bewust van de heldendaad die hij heeft verricht. Zelfs een cadeautje vond hij niet op zijn plaats. Inmiddels zit hij op een veilig opvangadres, want het appartementencomplex waar de brand woedde is voorlopig onbewoonbaar. Ik denk dat Tommy denkt, doe maar gewoon. Geef mij maar gewoon eten en speel maar af en toe met me, dan is het goed. Het is zondagochtend 5:30 als Matthijs wakker wordt van het gemiauw van zijn kat. Die maakte meer lawaai dan anders, waardoor Matthijs meteen doorheeft dat er iets aan de hand is. Ja, je ligt te slapen en als zo'n beest zo indringend mauwt, dan komt dat even irritant over. Dat is hetzelfde met de buurman die ik boven wakker maakte. Die was ook in eerste instantie gepikeerd. Ja, dan realiseer je van, joh, er is brand of er is wat aan de hand. Ja, goed, en dan ben ik wel gelijk in actie gekomen. Hij ontdekt dat het restaurant op de benedenverdieping in brand staat en belt meteen de brandweer. De andere bewoners maakt hij zo snel mogelijk wakker. Iedereen kan het pand op tijd verlaten. Maar Matthijs moet nog wel terug om de echte held uit het huis te redden. De brandweer kon die katten niet vinden, dus ik mocht alsnog mee. Nou, die had ik gauw te pakken. En ik heb ze meegenomen naar buiten. Hij markeerde niks? Helemaal niks. Het is een sterk ras. Iedereen is inmiddels bekomen van alle schrik. Zelfs Tommy. Die realiseert zich overigens nog steeds niet dat hij mensenlevens heeft gered. Hij is hier heer en meester. Dus hij moest eigenlijk zijn eigendom beschermen. Maar wat als hij niet had gemiauwd? Dan had ik waarschijnlijk te laat wakker geworden. Maar ja, dat is koffiedik kijken. Maar heeft je leven gered dus? Nou, voor 6 mensen, denk ik. Voor het weer schakelen wij rechtstreeks over naar Piet Paulusma. Piet, het was regen, regenen, nog eens regenen. Wanneer komt de zon dan weer tevoorschijn? Nou, die zon die komt best wel weer tevoorschijn, Evelien. Alleen we moeten even een paar dagen wachten. Maar we gaan langzamerhand de goede kant op. In het weekend lijkt de zomer terug te komen. Ja, vanavond en vannacht. Nou, het gaat aardig opklaren in het oosten en zuidoosten. Daar een temperatuur zo rond 6 graden. Maar eerst is er nog kans op regen of lichte regen. En dat geldt eigenlijk vooral voor het oosten en het noordoosten van het land. Maar ook in het westen en zuidwesten kan nog een buitje voorkomen. Verder wordt het vannacht geleidelijk aan toch overal wel droog. Met inderdaad die lage temperaturen landinwaarts, 6 tot 11 graden, de 11 graden in de kustgebieden. En er staat nog een stevige wind uit het westen tot noordwesten, matig tot krachtig langs de kust, zelfs af en toe een beetje hard. En dan morgen. Morgen wordt het een kwestie van, ja, nou, eerst wel droog weer. Lijkt nog niet zo raar. De zon komt best wel tevoorschijn. Temperaturen zijn tussen de 17 en 19 graden. Misschien komt er plaatselijk een graadje bij landinwaarts. Maar dat moet dan allemaal nog. Want vanuit het zuiden komt de regen ook alweer in de middag. En de wind, die zal matig tot krachtig zijn, komt uit het westen tot zuidwesten vandaan. En gaan we kijken naar de dagen erna, dan hebben we op donderdag een gemiddelde temperatuur rond 19 graden. Kan er best op door. Maar toch ook nog buien, misschien wel met onweer en af en toe wat zon. Af en toe zon op vrijdag, maar dan is het nog niet helemaal droog. Maar dan komt die zaterdag en dan heb ik 21 graden staan. En dat is een fantastische zomertemperatuur. De zon komt er meer bij en het lijkt nog droog te blijven ook. En dat weer, dat gaat zondag nog wel even doorzetten. Nou ja, en wat mij betreft, want straks.
Ja, wat ons betreft ook, Piet, tot straks. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vroege editie van Hart van Nederland. En zo meteen hoort u het laatste shownieuws van Jimmy en Henk-Jan. En wij zijn natuurlijk vanavond weer om 22:30. Heel graag, tot dan. Dag. Dag.